Goedemorgen, middag en of avond. En leuk dat je kijkt naar deze nieuwe Let's Play. Vandaag gaan we weer langs Marley. Want het is eigenlijk een hele saaie update. Maar wat is er nog meer? De windvels zijn terug. Of ja, zo spreek ik het volgens mij uit. Dus ik dacht, ik ga naar de boerderij van Marley. En ik heb trouwens een leuke tip van jullie gekregen. Ik weet niet wie het zei, maar thanks. Over dat er een trailer nog dichter bij Marley is. En dat is de Everwindvelden. Dat is die luchtballon. En ik was die luchtballon dus helemaal vergeten. En dan denk ik van, dat is de allermakkelijkste trailer die nog dichterbij in de buurt van Marley is. En dan kijk. Dat is wees stom. Maar weet je, we zijn er en daar gaat het uiteindelijk om. En ik weet niet precies wat we kunnen doen. Maar je zou dus in principe alle pakattributen kunnen aanzetten. Volgens mij is het wel gezellig hier. Ja. We hebben deel A. En deel A zijn de hindernissen. Dat is wel leuk. Ga je hem ook aanzetten als je een race doet. Hebben we B. B zijn de hindernissen van de springrace. That's funny. I like. Ik weet nog dat je dan, oh, er was er ging een balk. Een lifehack, hallo. Dat je dan kon springen. Drukte je X en als je dan meteen weer sprong, dan sprong je lager. Dat werkt. Wacht, ik wil het even proberen bij deze hindernis. Maar het draait allemaal om timing en dat is een beetje vervelend. Oké, die timing heb ik nog niet. Maar die komt wel. Hallo Riley, jij ook alweer hier. We hebben C. En wat is C? C is nog meer hindernissen. Oké, dat vind ik dan wel weer jammer. Ik had eigenlijk wel iets gehoopt van pole bending. Dat er gewoon wat meer balkjes tussen lagen. Nou, dit is de gele update. Dankjewel voor het kijken. Nee, dit is het inderdaad. Alleen, er is nog meer. Ik kom al gezellig mee, jongens. We gaan even naar Gary toe rijden. Want er stonden al een tijdje magische paarden. Alleen, nu is het echt aangekondigd dat je ze ook daadwerkelijk kan kopen. En die staan dus in Moorland. Dus dan moeten we even een reis afleggen. Oké, ik heb eventjes omgereden. Ik weet niet waarom. Alleen, we zijn er. Oh, dit zijn die windvels. Ah. Wat cute. Hebben deze. Oh, deze. Ik weet nog dat ik deze toen kocht. Zo van, ah, ik moet ze allemaal hebben. Maar dit zijn de windvels. En ik heb ze dus alle drie. Dus dat is wel lachen. Oké, ik zal even. Ja, hallo, het gaat goed. Ik ga naar mijn homestable toe. Om even mijn windvels te laten zien. Want ik heb, zoals misschien sommigen wel weten, ik heb alle magische paarden. Waarom? Dat vind ik gewoon cool. Ik wil daarmee flexen. Ik heb daar moker veel in besteed. Ik zal ze even hier neerzetten. Of kan ik ook hier? Oh, ik kan hier ook nog gewoon. Ik heb gewoon ruimte, jongens. Ik heb trouwens BW level 14 en bijna. Ik heb een Nacho. Nog eventjes 2-3 dieren zoeken. Dan is hij vol. Zit zeg maar hier net over de helft. En dan moet ik even snel Archie trainen. Maar ik denk dat we klaar zijn voor de welsjes volgende week. Want volgende week komen dus de welsjes. En dat is wel nice. Ik wil even op een ras. Kijk, dan hebben we natuurlijk hier Red. Dat is de Aldrak. Dan hebben we. Maar is het hier nog een magisch paard? Nee. Dan hebben we natuurlijk Miracle en Daygift. Dat zijn die twee bloempaarden. Hebben we deze nog. Maar die andere is Umbra. Dan hebben we die Eenhoorn. Dat is een Brainky. Magisch paard. En verder staat hier niet nog een magisch paard op. Wat hebben we nog meer? Oh, een tapje zonder magisch paard. Maar we hebben elke keer. We hebben Embermane. Diamond Bean. En dan heb je nog die Diamond Pearl. Dan hebben we nog Green. En Runecrasher. Dat is ook allemaal magisch paard. Ik heb elk tapje eigenlijk wel een magisch paard staan. Hier heb ik Grimhoof, is ook een magisch paard.
Dan hebben we hier een keertje... Oh, wacht. Daar is mijn halster. Kom eens hier. Ik heb mijn halster weer gevonden. Oké, dat is misschien wel goed om een keertje langs mijn paarden te gaan. Die allemaal dingen op hebben. Ik had het halster gewoon, maar we zijn nog niet af. Maar dat duurt gewoon even. Oké. Dat was leuk. Hier hebben we helemaal niks. Hier hebben we Seaboy. En dat was het enige op het lijstje. Wow. Dan hebben we hier alle Nixies. Alle drie. Ja, en een Spirit. Alleen Spirit is geen magisch paard, maar Spirit is gewoon een oud paard. Dan hebben wij Pumpkin Soul en Stonecrusher. Ja, en ik weet niet of ik de Rune Runner ook kan meetellen. En de Texas Bluebell. Die heeft blauwe manen. En mijn Light, Pearlbean en Shadow. Dat zijn die twee barbieren. Dus die gele, dat is een Halloween paard. En hier hebben we nog een Halloween paard. En een vispaard. En dan hebben we hier de Umbra, de Vega en de Zoni. En de Wood Ear. En de rest van de Windfells. Ik heb 4 Windfells. Dit is een Windfell. Is dat ook allemaal Windfell? Allemaal Windfells. Jeetje. Jullie zitten er zoveel aan, joh. Ik ga Archie die even omruilen. Alle Windfells, cool. Dan hebben we Small Spell is een Windfell. Hoe zie je het ook weer nog? Oh, dat is de verkeerde knop. Ik moet de H hebben. Oh ja, die was wel cute. Ik ben wel benieuwd hoe ze allemaal in normale vacht eruit zien. Want ik weet het niet meer. Ik heb deze beest al zo lang. Love Effect. Oh ja, dat is gewoon cute as bruin. Ik vind het wel echt hele leuke paarden, though. Deze stond net ook hier. Jij wordt echt heel lelijk. Ja, deze vind ik is een normale vacht. Vind ik hem meh. Zo, het kan wel. Maar het is niet dat je denkt van wow. Kan ik ze ook gewoon veranderen als ik gewoon zo doe? Ik dacht dat er een shortcut voor was. Nee, ik dacht misschien kan ik erop klikken en dat ik ze allemaal even verander zonder dat ik erop moet springen. Deze is wel cute. Kijk nou, alsof ze vlammen gedoopt zijn. Maar dan heb ik dus in totaal denk ik 7 Windfells. Ook zwart. Deze twee lijken echt heel op elkaar. Jij werd heel erg lief, soort van vos. Ja, ik vond deze normale kleur het leukste. En dan hebben we nog deze gouden. En die was een palomino. Dat is wel leuk. Ik vind dat wel leuk. Ik hoop dat jullie het ook een beetje leuk vinden. Ja, ik wist niet eens dat er nog meer Windfells waren dan die drie. Maar blijkbaar heb ik ze... Ik heb sowieso alle magische paarden. En heb ik die ook allemaal. maar ik ben wel benieuwd naar de Welsjes van volgende week. Ik heb in mijn vorige video gevraagd, in de Wels video... Of jullie nog leuke namen wisten voor de Wels. En de leukste ging ik dan uitkiezen. En die kan wel in de video. Mag ook onder deze video. Vind ik leuk om te weten. Dus laat zeker een leuke naam achter. En laat me ook even weten of jij een Windfell hebt. En welke dat is. Of je dat van deze drie hebt. Of van de oude drie. Of het Halloween paard. Dat kan ook. Want de Hot Hoof heet die volgens mij. Die wat in vuur en vlam stond. Deze. Oh, Hot Hope. Ik dacht Hot Hoof. Dat is ook een Halloween paard. Ik heb ze alle 7. Volgens mij zijn het er 7. Ja, het zijn er 6, 7. Ik heb alle 7 Windfells. Ik ben benieuwd hoeveel jij er hebt. Mag ook, als je er geen hebt, mag je natuurlijk ook zeggen. Ik heb er geen, want ik wil ze niet. Want ze zijn oud. En ik wil geen oude paarden. Dus vergeet niet te liken en te abonneren als je het een leuke video vindt. En dan zie ik jullie bij de volgende video. En we gaan in het weekend gewoon natuurlijk weer live. Misschien tot dan. Houdoe!